Er is bespaard op het leger en buitenlandse operaties zijn een zware inspanning. Maar de vraag is of conflicten met de minister en kritische nota's die lekken in de pers daar veel aan verhelpen. Kan dat nu wel blijven duren met een stafchef die voortdurend nota's schrijft tegen uw beleid? Wel eerlijk gezegd, u zou dat zelf eens moeten vragen. Het nummer van de generale staf staat in de witte gids, kwartier koningin Elisabeth in Everen. Ja, en wat vindt u ervan? Eerlijk gezegd, dat loopt van mij af als regen van een eend.